Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik opgave 48 behandelen. De eerste opgave is om gegeven de functie fx. Fx is x kwadraat, x kwadraat plus 4x. Om daarvoor bij een gegeven domein te weten het domein links oneindig tot aan min 2. Om daar de grafiek van te tekenen en de inverse. Nou, wat we daarvoor kunnen doen is gewoon een aantal punten zoeken voor de originele grafiek. Nou, een aantal handige punten die we kunnen vinden is gewoon een tabel invullen. Nou, de kleinste waarde die we kunnen gebruiken, of de grootste waarde kunnen invullen is min 2. Maar we kunnen het ook doen voor min 3. Voor min 4 en min 5. En zo kunnen we een aantal punten vinden van deze grafiek. Als ik min 2 invul, dan krijg ik min 2 in het kwadraat is 4. Plus 4 keer min 2, dus min 8. Dus bij min 2 komt er min 4 uit. Als ik dan aan mijn hoofd verder ga met min 3 in het kwadraat, dat is 9. 4 keer min 3 is min 12. Dus hier komt min 3 uit. Gaan we nog een keertje verder. Min 4 in het kwadraat plus is 16. 4 keer min 4 is min 16. Komt er 0 uit. Als ik dan min 5 invul, krijg ik min 5 in het kwadraat. Dat is 25. Min 20 is plus 5. En zo kan ik verder. Nou, als ik deze punten heb gevonden voor fx, heb ik eigenlijk ook al punten gevonden voor de inverse van fx. Want voor de inverse geldt simpelweg dat we de coördinaten mogen omdraaien. Dus dan krijgen we het punt 0. Oh, kijk, oh, dat is even onhandig. Even terug. Laten we namelijk wel even op volgorde zetten. Het laagste punt die we hebben hier is min 4 als x-waarde. En dan hebben we min 3. Dan hebben we 0. En dan hebben we 5. Bij min 4 hoort de coördinaat min 2. Bij min 3, min 3. En bij 0, min 4. En bij min 5 hoort 5. Oh, 5, min 5. Deze punten kunnen we dan weer tekenen in de grafiek. Nou, je hebt hem al gezien. De grafiek is al getekend. Min 2, min 4. Dat is dit punt. En het broertje, oh, even een andere kleur pakken. En het broertje gespiegeld door lijn i is x, is dit puntje. Oftewel min 4,2. Nou, hetzelfde geldt met min 3, min 3. En als we die spiegelen, komen we precies in hetzelfde punt uit. Volgend punt, min 4 invullen, krijgen we 0. Dat is dit punt. Het broertje is dat punt. En min 5, 5 is... Even kijken. Dit punt. En dat punt. En door deze punten kun je netjes de grafiek tekenen. Dat was opgave A. Gaan we door naar opgave B. Bij opgave B is, kijk nou niet naar het domein oneindig tot min 2. Maar kijk eens van het domein 0 en groter. En nou, daar heb ik even de grafiek weer bij getekend. Een beetje gemeen als ze hem niet vragen om hem hier te tekenen. Ja, mijn tip is om dat dan toch te doen, hè. Dus ik heb hem hier nogmaals getekend. En wat je dan ziet bij de gewone functie en inverse is dat ze hier precies samenkomen. Nou, dat is dan mooi om te zien. En dan krijgen we dus hier, krijgen we nu dus het domein. Oh, ik zal even de functie opschrijven. Fx is x kwadraat plus 3x was het toch? Nee, plus 4x. En nou, als we daar punten invullen, dan kunnen we dat ook gewoon eigenlijk ook weer de grafiek tekenen. Nou, laten we dat als vingeroefening even snel doen. Dit wordt niet gevraagd bij de opgave, maar het is wel handig om te schetsen. Als ik 0 invul, 0 in het kwadraat plus 4 keer 0 is 0. Als ik 1 invul, 1 in het kwadraat plus 4 keer 1 is 5. Als ik 2 invul, krijg ik 2 in het kwadraat 4 plus 4 keer 2 is 10.
En als ik 3 invul, krijg ik 3 in kwadraat. Is 9 plus 4 keer 3, 12 is 21. Nou, als we het dan hebben over de f-inverse van x, dan hebben we eigenlijk weer een vergelijkbare tabel. Maar dan hebben we boven de originele y-waardes en beneden de originele x-waardes. Zijn er een paar die je goed kunt zien? Ja, we kunnen het punt 1,5. Die kunnen we zien bij de origineel. Dat is ongeveer hier. Even weer andere kleur. En zijn broertje is hier, een 5,1. En we hebben natuurlijk het originele punt 0,0. En de rest loopt hier vrij verder. Dus er zijn punten die niet meer op deze tekening komen. Dit doe ik als vingeroefening en om gewoon de grafiek te zien. Want dan kunnen we eigenlijk aan de grafiek eigenlijk al voor vraag C daar wat dingen beantwoorden. Nou, het eerste wat gevraagd werd was om bij termijn 0 de inverse van 5 te berekenen. Nou, ik zie hier toevallig het antwoord dat het 1 is. Maar ja, dat is niet een goed argument. We moeten het echt berekenen. Dat komt eigenlijk op neer, is als de inverse voor het punt 5 berekenen. Dus als we dit willen berekenen, f inverse van 5. Dan willen we eigenlijk van de origineel weten wanneer daarvan de uitkomst gelijk is aan 5. Dat is wat we eigenlijk willen weten. Nou, dat kunnen we doen door het gewoon simpelweg in te vullen. We krijgen wanneer is x² plus 4x gelijk aan 5. Als ik dit kan oplossen, dan vind ik de x-waarde, wat feitelijk dan de y-waarde is in de inverse functie. Nou, om dat te doen, x² plus 4x min 5 is 0. Dan kunnen we gaan kwadraat afsplitsen. Dan kunnen we zeggen x² plus... Oh, dat is niet handig. Niet x², ctrl-z, ctrl-z, x plus 2. Dat in het kwadraat. Compenseren van de 2 in het kwadraat is min 4. Min 5 is 0. Oftewel x plus 2 in het kwadraat is 9. Als we daar de wortels van trekken, links en rechts, dan krijgen we x plus 2 is 3. Maar we hadden ook minder wortel kunnen nemen. Dus we hadden ook kunnen zeggen x plus 2 is min 3. X plus 2, dan wordt dit x is 1. En hier krijg je dan als antwoord x is min 5. Nou, door die x is min 5 mogen we een kruis zetten. Om de simpele reden dat min 5 niet voldoet voor het domein. Het gegeven domein namelijk was domein f is van 0 en alles groter. Dat stond immers in de opgave. Dus om die reden voldoet dit antwoord niet. Houden we één antwoord over. X is 1. En dat is dan de y-waarde bij de inverse. Dus bij f inverse geldt f in 1 is 1. Met dit als argument en niet de tabel. Tot zover opgave B. En dan gaan we door naar vraag C. En bij vraag C zeggen ze de grafieken van f en de f inverse met het domein 0 tot oneindig hebben precies één punt gemeenschappelijk. Ligt dit toe? Nou, je kunt het in het plaatje zien, maar we moeten het ook beargumenteren. En te beargumenteren is door dat punt simpelweg te berekenen. Want het punt waar ze het gemeen hebben, dan ligt dat punt altijd op de spiegellijn. Fx is x, of y is x, beter gezegd. Dus dit punt ligt altijd op de lijn. Laten we zeggen, ander noemen hx is x, want hx hebben we gebruikt. Of in ledenterm y is x. Daar spiegelt hij op. En alleen wanneer de y en de x-coördinaat hetzelfde zijn, kun je ook zeggen dat andersom geldt. X is y. Nou, dat punt kunnen we berekenen, want we zeggen dat als dat x en y gelijk aan elkaar zijn, dus dan geldt de som x kwadraat plus 4x is gelijk aan x. Want we hebben gezegd dat de uitkomst y gelijk is aan degene wat we invoeren, x. Dan krijgen we x kwadraat plus 4x. Plus 3x is 0. Ik heb links en rechts er 1x van afgehaald. Dit kan ik ontbinden in factoren, want ik kan beide delen door x. Dus ik krijg x maal x plus 3
is 0. Nou, dat geeft een antwoord voor x is 0. En het geeft een antwoord voor x is min 3. Opnieuw geldt dat we door dit antwoord een kruis mogen zetten. Want immers, het domein wat opgegeven is, is 0 en groter. We hebben dus maar één punt gevonden waarbij x en y gezel zijn. Als ik voor x 0 invul, dan krijg ik voor y ook het antwoord 0. Controle. 0 in het kwadraat plus 4 keer 0 is 0. Klopt. Dat is het enige punt waar ze beide punten gemeen hebben. Ook zichtbaar in de tekening. Het lastige overigens van deze vraag blijft iedere keer dat ze vragen stellen zonder dat ze daar eigenlijk schetsjes bij geven. Mijn tip blijft dan ook bij elke vraag die je pittig vindt om er even een schets te maken. Zodat je visueel kunt zien wat er gevraagd wordt en eigenlijk antwoorden gehind worden. Goed, dat tot zover vraag C. Komen we bij de pittigste vraag en dat is vraag D. Wederom heb ik daarvoor een schetsje gemaakt. En bij dat schetsje gaan we terug naar de originele vraag met het domein min 2. En er wordt gevraagd voor welke waarde van A de grafieken F en f inverse precies een punt, één punt gemeenschappelijk hebben. Wat ze bedoelen is eigenlijk, je kunt van de originele grafiek, de rode lijn, iedere keer een stukje afknippen. Dus je kunt zeggen, ik ga niet vanaf hier kijken, maar ik ga bijvoorbeeld vanaf hier kijken. Vanaf hier kijken. Als ik vanaf hier kijk, dan zie ik dat ze precies hier één punt gemeen hebben. Ik had ook vanaf hier naar links kunnen kijken. Dus dan doet dit stukje niet meer mee in de grafiek. En dan zie ik dat ze hier nog steeds dat ene punt gemeen hebben. Op het moment dat ik hier een lijn zet, hebben ze precies dat punt nog gemeen en voor rest niks. En als ik verder zet, als ik vanaf hier kijk, dus dit stukje doet niet meer mee. Dit stukje doet niet mee. Ja, dan hebben ze dit punt ook niet meer gemeen. En dan heb je op dit domein, vanaf dit punt links, ja, hebben ze geen gemeenschappelijk punt meer. Dus dat is wat ze willen weten. Dus ik even weer terug, even wat dingen uitwissen. Ze willen ze hebben bekeken vanaf hier. Voor welk domein kun je zeggen dat de grafiek in ieder geval één keer een punt gemeen hebben. Nou, dat geldt dat zolang we vanaf hier kijken, we niet voorbij dat punt komen. Dus dit punt moeten we gaan berekenen. Nou, om na te doen, de originele functie was weer fx is x kwadraat. Plus 4x. En we willen dat gemeenschappelijke punten vinden. Ja, dat is een som die we al eerder gemaakt hebben. Ze zouden op zich het antwoord kunnen ontleden uit de eerdere sommen. Maar laten we ter vinging oefening toch een keer doen. Het gaat er weer om wanneer ze gelijk zijn. Oftewel wanneer x kwadraat plus 4x gelijk is aan x. Oftewel wanneer is x gelijk aan de uitkomst waar normaal gesproken y staat. Nou, in dit geval dus x. Wanneer is het aan elkaar gelijk? X kwadraat plus 3x is 0. Links en rechts x eraf. Dan krijgen we x plus 3 is 0. X is 0 is een oplossing versus x min 3 is een oplossing. Nou, bij deze geval, in dit geval geldt weer het domein bekeken vanaf min 2. Dat was de originele opgave. Ja, en als we dan bekijken, dan betekent dat dit geen goed antwoord is. Dit geen goed antwoord is, die doet niet mee. Dus deze mag wel als startpunt. Ja, en dat is dan ook dit gevonden x-waarde. Dus dan geldt het domein min 3 en kleiner. Overigens is dit waar het boek naartoe wilde. En vandaar dat ik ook het antwoord zo geef, omdat dit ook werkt naar het antwoord uit het andere boekje. Ik ben er niet helemaal gelukkig mee. Ik zal uitleggen waarom ik er niet helemaal gelukkig mee ben. Ze geven wisselende domeinen. En het is daarmee helemaal niet gezegd dat dit stuk hier niet meer meedoet. Dit stuk hier niet meer meedoet. Dus dat vind ik ongelukkig aan de opgave. Is dat niet duidelijk wordt aangegeven dat bij opgave D weer opnieuw kijken van het domein vanaf min 2 en verder. Simpelweg, eigenlijk zou je moeten zeggen dat
Als je dan kijkt dat dit door zou stippelen en dan zou het vanaf hier liggen. Ja, dat is trouwens een punt die je nog niet hoeft kunnen te berekenen. Dus dat zou de som een beetje ongemakkelijk maken. Dus ik ben op zich wel eens dat ze vanaf min 2 gaan kijken. Maar ze hadden het bij opgave D toch nog een keertje extra duidelijk mogen zeggen. Tot zover opgave 48. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!